Veel mensen dromen ervan een eigen achtertuin te hebben. Dit bejaarde echtpaar had het geluk dat te hebben, maar op een dag gebeurde er iets vreemds mee. Het Australische echtpaar Lynn en Ray McKay genoot van hun pensioen in een mooi huis. Ze trokken zich ook terug van alle gekkigheid in de wereld. Het echtpaar had veel dingen meegemaakt, waaronder een aantal onvoorstelbare en trieste gebeurtenissen. Maar nu wilden zij gewoon rustig en vredig leven. En dat is wat ze deden. Meestal waren ze thuis, genietend van elkaars gezelschap. Soms gingen ze naar buiten of wandelden ze wat rond. Lynn en Ray hielden van hun huis. Ze kochten het in de jaren 90 en het stond in de stad Ipswich, in de prachtige staat Queensland. Het was het eerste huis dat zij met hun eigen geld gekocht hadden, waardoor zij de plaats nog meer waardeerden. Ze hadden zoveel mooie herinneringen opgedaan in dit huis en maakten er nog meer. Ze hadden elkaar altijd aan hun zijde. Ze hielden ervan om met elkaar te praten of in stilte boeken te lezen. Soms herschikten ze bepaalde dingen in hun huis. Aangezien dit huis zo belangrijk voor hen was en de plek waar zij het merendeel van hun tijd doorbrachten, vonden ze het leuk om het zo nu en dan een beetje te veranderen. Het was een van hun grootste bezittingen en ze waren er trots op. Het echtpaar was dol op hun tuin. Die was groot, groen en goed verzorgd. Ze werkten vaak in deze achtertuin om de plek zo mooi mogelijk te maken. Lynn en Ray vonden het ook heerlijk om hier samen buiten te zitten. Elke dag bestond alleen uit geestelijk en lichamelijk gezond zijn en van het leven genieten. Natuurlijk helpt het hebben van een mooi huis met een heerlijke tuin daarbij. Op een dag verliep hun dag niet zo rustig als normaal. Er was iets geks en onverklaarbaars gebeurd. Het echtpaar was volledig in shock toen ze dit zagen en had geen idee wat er aan de hand was. Dit voorval gebeurde in hun eigen achtertuin. Voordat we onthullen wat er precies gebeurd is, zullen we proberen te begrijpen waarom dit gebeurd is. Lynn en Ray wonen in het meest tropische en natste deel van Australië. Het ligt in het zuidoosten van de staat Queensland. De streek is ongeveer 1090 vierkante kilometer groot en telt 210.000 inwoners. Lynn en Ray wonen te midden van de natuur. Dat was een van de redenen waarom het echtpaar deze streek gekozen had om er te wonen en er de rest van hun leven door te brengen. Helaas bracht de mooie en adembenemende natuur ook een paar nadelen met zich mee, waar het echtpaar spoedig kennis mee zou maken. De McKay's waren in de buurt wel bekend. Beiden waren altijd vriendelijk en in een goed humeur. Hun buren hielden van hen en zij hielden van de buren. De meeste mensen hadden een uitstekende band met elkaar in het stadje. Wanneer iemand hulp nodig had, stonden de anderen altijd klaar om hen te helpen. Het was een geweldige gemeenschap in een fantastische streek. De McKay's hadden er geen idee van dat zij ook daarbuiten bekend zouden worden. Op een dag verscheen er een enorm zinkgat in de grote en groene achtertuin van de McKay's. Het gat was enorm en deed hen volkomen versteld staan. Na het zien van dit zinkgat herinnerden zij zich dat zij in die omgeving een vreemde plek gezien hadden. Maar ze dachten niet dat zoiets zou kunnen gebeuren. Uit het niets veranderde een groot deel van hun tuin in een enorm zinkgat. Het was ongelooflijk. Onmiddellijk daarna vernam de rest van de buurt het ook. Iedereen was verbijsterd en had geen idee hoe zoiets kon gebeuren, vooral in hun eigen, rustige en vredige buurt. Zoiets hadden zij nog nooit gehoord of gezien. Ze waren hoofdzakelijk bezorgd om Lynn en Ray. Ze hoopten dat het echtpaar veilig zou zijn en dat hun huis intact bleef. De buren wisten hoeveel waarde zij aan hun eigendom hechten en hoeveel tijd zij erin doorbrachten. Men zag het echtpaar vaak werken in de tuin of erin rondhangen, terwijl zij de buren groetten. De McKay's hadden al veel meegemaakt, maar de laatste jaren verliepen gelukkig rustig. Dit is het zotste wat hen in een tijdje overkomen is. Gekke ongelukken waren ze niet meer gewend, want ze waren met pensioen en ze leefden nu rustig. Maar dit beïnvloedde hun rustige leven en hun prachtige huis. Ze moesten nu een manier vinden om dit enorme probleem op te lossen. Maar hoe? Hoe was dit gebeurd? En wat konden zij doen? Plotseling, rond 9 uur, klopte er iemand op de deur. Het was de buurman. Hij trachtte hen te helpen, maar ook hij was perplex. Zoiets had hij nog nooit gezien of gehoord. Iedereen was in de war. Het gat werd groter. Eerst was het ongeveer een meter groot, maar het werd steeds groter. Het werd angstaanjagender. Zou hun hele tuin in een zinkgat veranderen? Zou hun huis in gevaar zijn? Waren zij in gevaar? Alles was onzeker en het leek wel of er van alles kon gebeuren. Het echtpaar vroeg zich af wat er gebeurde en wat er zou gebeuren. Maakte hen nerveus. Zij moesten zo snel mogelijk een oplossing vinden. Maar hoe? Ze wisten niet eens wat dit was. Zij moesten er iets aan doen.
Lynn en Ray besloten de bevoegde instanties te bellen. Ze legden hun situatie uit en vernamen hoe verbaasd de mensen aan de andere kant van de lijn ook waren. Er werd hulp gestuurd en hopelijk zou het probleem snel verholpen zijn. Het gat vulde zich ondertussen met water. Het werd allemaal maar akeliger en het echtpaar werd banger. Het leek wel of zij in een absurde film zaten. Ze konden niet geloven wat ze meemaakten. En terwijl zij zich zorgen maakten, werd het gat elk uur groter en groter. Na een tijdje was een groot deel van de achtertuin veranderd in een gat. Na een tijdje kwam er eindelijk hulp. De instantie zagen onmiddellijk in hoe ernstig de situatie was. Het echtpaar werd naar een hotel gestuurd, zodat de autoriteiten een manier konden vinden om dit probleem op te lossen. Lynn en Ray konden nog steeds niet geloven dat dit allemaal gebeurde. Het nieuws raakte heel snel verspreid. Terwijl Lynn en Ray zich naar een hotel haasten, kregen zij een telefoontje van hun dochter. Hun dochter zag hun achtertuin in het nieuws en belde hen onmiddellijk op om te vragen wat er aan de hand was. "Ik kan u niet praten," antwoordde Lynn, terwijl zij zich naar het hotel verplaatste. Hun dochter besloot onmiddellijk van Toowoomba, een stad op meer dan een uur afstand van Ipswich, naar haar ouders te rijden. Hun dochter was uitermate ongerust. Haar ouders hadden een tijdje geleden door een overstroming bijna alles verloren. Ze hoopte gewoon dat alles deze keer goed zou komen. Lynn en Ray wilden dit huis ook niet verlaten. Hun dochter besefte dat zij daar hoe dan ook zouden blijven. Dit was hun lievelingsplek, ook al was er in de achtertuin een enorm zinkgat gevuld met water. Iets wat Lynn zorgen baarde was de waslijn in hun tuin. Het was een oude Hillshoist en die waren niet meer in de winkels te koop. Als zij die zouden verliezen, was er geen mogelijkheid om een nieuwe te krijgen. Gelukkig zorgden de hulptroepen ervoor dat het bewaard bleef. Intussen werd het onderzoek voortgezet. Dr. Anthony Lynham, minister van Mijnbouw, kwam met een evaluatie. Zij dacht dat er een kunstmatige kap over het gat zat en dat die kap uiteindelijk gezonken was, wat veranderde in een enorm zinkgat gevuld met water. Dit huis verborg dus blijkbaar iets, maar wat? Het gat werd verder onderzocht en het bleek dat deze achtertuin inderdaad een enorm geheim had. Dit enorme zinkgat in de achtertuin van het bejaarde echtpaar leidde tot een ongelooflijke ontdekking over hun huis. Er was een mijnschacht voor steenkool. Deze schacht was begin 1900 gebouwd en er ontstond een groot zinkgat omdat hij ingestort was. Daaronder lag een enorme kolengang. Toen begreep iedereen waarom de straat Coal Road heette. Helaas moest het echtpaar verhuizen als gevolg van deze enorme ontdekking. Het moest verder onderzocht worden en het zou voor hen niet veilig zijn om hier te wonen, want het zinkgat werd nog steeds groter. Het werd breder en dieper. Gelukkig bereikte het gat het huis niet en bleef het eigendom intact. En opeens veranderde het leven van het echtpaar drastisch. De burgemeester van Ipswich, Paul Pizzasale, raakte erbij betrokken en nu was iedereen in het land ervan op de hoogte. Het werd wereldnieuws. De burgemeester probeerde het echtpaar, dat erg bezorgd en nerveus was, te troosten. Hij betaalde uiteindelijk ook voor hun verblijf in het hotel. Terwijl Lynn en Ray in een hotel logeerden, ging het onderzoek verder. Nu was de hele omgeving afgezet, terwijl de arbeiders hun best deden om dit enorme probleem op te lossen. Zij moesten het water uit het gat trekken en al het vuil opruimen. Lynn en Ray beleefden slapeloze nachten en vroegen zich af wat er met hun achtertuin gebeurde. Zij hoopten dat ze snel naar hun huis terug konden keren als dat mogelijk was. Het was zenuwslopend. Ze kregen veel steun van hun familie en buren die hen vaak bezochten en hen probeerden te troosten. Gelukkig was het gat na een maand opgevuld. Het was veilig voor het echtpaar om naar huis terug te keren en ze waren dolblij. Ze hadden hun huis ontzettend gemist en waren verheugd te kunnen terugkeren. Lynn en Ray waren dankbaar voor iedereen die betrokken was en geholpen had. Het echtpaar keerde naar huis terug en vervolgde hun dagelijkse leven weer. Ze konden nog steeds niet geloven wat er gebeurd was en hoopten dat het nooit meer zou gebeuren. Maar helaas gebeurde het na 6 maanden opnieuw. Deze keer wist iedereen precies wat te doen. Het probleem werd weer verholpen en het echtpaar keerde terug naar huis, alweer. Wel, Lynn en Ray hadden nu zeker genoeg interessante verhalen te vertellen. Hun leven bleek nog spannend te zijn, zelfs na hun pensioen. En hun interessante verhaal was wereldnieuws geworden. Het echtpaar is nu ook bekend geworden door dit verhaal. De mensen hebben er hun mening over gedeeld. Iemand grapte: "Stel je voor dat je een kelder en een zwembad wilt en dat je dat op een dag in je achtertuin ziet verschijnen, terwijl het ervoor een grasveld was." Anderen waren het ermee eens dat de Hillshoist inderdaad waardevol is en dat het zonde zou zijn zoiets te verliezen. Weer anderen zeiden dat ze daar in geen geval zouden willen blijven.
Zij zouden na de eerste keer meteen verhuisd zijn. Gelukkig werd de achtertuin van het echtpaar hersteld en konden zij er blijven wonen. Ze hadden nooit gedacht dat dit eigendom hen zoveel sensatie zou bezorgen, op allerlei manieren. Wat dit eigendom ook probeert te doen, het blijft hun favoriete plek op de wereld, ook al besluit de achtertuin soms te verzakken. Wat zou je doen als je plotseling een groot gat in je tuin zag? Zou je je net als de McKay zorgen maken of zou je het boeiend vinden? Laat het ons weten in de comments. Wij hopen dat je van deze video genoten hebt en we zien je graag terug in onze volgende video's. Bedankt voor het kijken.